We zitten hier weer aan de nieuwe keukentafel en ik zit hier bij de heer Leo van Dongen. En meneer van Dongen is jarenlang leraar geweest op de HAVO. Ja, op de Brakpand HAVO. Ja, dat klopt, weet ik namelijk. Wat ik vragen wil, we zitten hier op de Molenhof, ja. Waar u nu woont. Waar heeft u eerst gewoond? Daarvoor heb ik gewoond in Boksel-Oost, in de Robert Schumelaan en in de Corelli-straat. En daarvoor ben ik 20 jaar leraar geweest op het Instituut voor Doven. We zijn in 1972 in Boksel gekomen. Okay. Ik was op het Instituut voor Doven, ook leraar Nederlands. En je bent ook logopedist dan, een acoupedist. U was broederonderwijzer, ja. Dus dan was u eigenlijk, hoe moet je dat zeggen, broeder? Eerwaard, hè? Ja. Ja, ik was in Schiedam bij de broeders op school. Oké, okay, wat wilde u eigenlijk dan worden, dat u broeder was? Ik wil onderwijzer en broederonderwijzer worden. Ik had bij de broeders op school gezeten, ja. En dat vond ik zo geweldig. Dat wilde ik ook maar worden. Maar wat is een broeder precies dan? Broeder is een kloosterling. He, en wij waren van de broeders van Maastricht, werden ze dan genoemd. En ik heb in Maastricht op de kweekschool gezeten. Net als een pater bijvoorbeeld? Ja, zoals een soort seminarie. Ja, ja, oké. Okay. En dan zaten wij op de kweekschool daar. En ik ben onderwijzer geworden en dan word je ergens naartoe gestuurd. Ik kwam oorspronkelijk uit Rotterdam. Maar in de hongerwinter heb ik al een eigen klas gehad. Omdat de NSB'ers gevlucht waren. Hoe oud was u toen? 18 jaar. En op Dolle Dinsdag was een NSB-onderwijzer in Schiedam van de Vicentjesschool gevlucht. En toen stond 's avonds de overste, wil jij dat doen? Je mag van de inspecteur, ik had geen diploma. Maar ik vond het leuk om school te doen. En wij konden toch niet naar Maastricht toe. Want Maastricht was 8 of 9 september bevrijd. En we hadden een brief gekregen. Blijf maar thuis, zolang als dat er allemaal vrij is. Ja. Nou, dat zolang heeft bijna een jaar geduurd. God. Ik ben dus een jaar vakantie gehad, dus aanhalingstekens, in Schiedam. Toen gaf u les op die school? Een tijdje. Tot de razzia's. Ik heb thuis verstopt gezeten, omdat ik niet naar Duitsland wou. En dat is een ellendig verhaal om dat mee te maken. Oh ja, dus de Duitsers die kwamen dus... 10 november. In Schiedam zijn die dag 6.000 man meegenomen. 6.000. Jonge jongens. Allemaal mannen tussen de... We kregen bevel. Alle mannen tussen de 17 en 40 moeten buiten staan. En die moesten dan zogenaamd één dag werken voor Duitsland. En mijn zus zei, die zat bij de ondergrondse, jij gaat niet met je moffen mee, je verstop je. En zij had een plek. Een plek waar ik me kon verstoppen. En dat heb ik ook gedaan, ofschoon ik bang was, want mijn vader zou gestraft worden als ze mij vonden. Maar ze wisten een huis, een klein vlieringtje, en daar ben ik op gaan liggen. En toen de bevel kwam, Duitsers aan de deur, kwamen er 3 moffen boven. En die hebben gezocht. Kamer in, kamer uit. Oh, en ja. Het akelige was, mijn kleren hingen er. Mijn broer, die was bij de paters. Mijn broer die gestorven was, 3 maanden daarvoor was mijn oudste broer 25 jaar gestorven. En mijn zwager zat al in Duitsland. En hij zei, diep mannen, zei die moffen. Het moeten mannen zijn. En ze vonden me niet. En gelukkig gaf mijn zus, die gaf toen een brief van de Duitse Weermacht, waarop stond dat die Sander in Stuttgart zat. Wie zat er in Stuttgart? Dat was de toekomstige man van mijn zus. Okay. Die bij de ondergrondse zat. En die wist hoeveel ellende hij meemaakte. Dus die zei verstoppen. En beroerde was, ze was bij de ondergrondse. Ze zat op de zolder heel op verstopt voor de moffen. En daar lag ik tussen. Mijn hart bonsde. Dan ben je zo verschrikkelijk bang. Maar gelukkig, ze liepen eronder door. Weet je wat ze gedaan had? Dat kon ik op de zolder niet zien. Wij hadden van die draden hangen om de was op te hangen. En daar had ze een natte doeken overheen gehangen. En de Duitsers liepen eronder door en die zagen het luik niet. Maar als je erboven ligt en je hoort die laars onder je, dan ben je zo bang. Oh. Verschrikkelijk, maar ze zijn weggegaan. Is dat het ergste wat u ooit mee heeft gemaakt wat betreft het bang zijn? Nee. Oké. Okay. Ik heb ook tegen de muur gestaan. Dat is nog veel erger. Hendehoog. Mijn oudste zus die zou 30 worden. En toen zei mijn moeder 's avonds om 7 uur, ben ik helemaal vergeten.
om even tante Riek te vragen of die komt de verjaardag van Cor. Nou, toen zei ze, ga jij maar eventjes. Het was wel donker, spertijd, maar ik ging door het donker naar de tante toe. En toen ik vlakbij haar kwam, werd er geschoten. En als je dan schot hoort in de duisternis, de schrik je. Ja. Nou, ik ben heel voorzichtig verder gelopen. En ik heb daar verteld over het schieten. En het was 20 oktober, hoe ze in Brabant aan het vechten waren, dat wisten wij dan. Want hier zo 24 oktober Bokstel, 28 oktober Breda. We hielden dat allemaal bij wanneer het bevrijd werd. En ik vergat te vragen of ze kwamen drinken. En of ze kwamen drinken? Ik moest vragen voor de koffie drinken. Mijn zus zo jaar. Oh, zo ja. Moest ik vragen of ze de volgende dag koffie kwamen drinken. En ik ging naar huis toe en ik kwam thuis. En mijn moeder zei, en? Ze zei, en? Ja, komen ze drinken. Ik zei, nee. Ze zei, wat zei ze? Sta jij op school? Moet jij de kinderen leren? Terug. Oh. En toen moest ik terug. En ik had nog precies 20 minuten. Want om 8 uur moest je echt binnen zijn. En ik er naartoe ga en dan op diezelfde plek waar geschoten werd. Hendog! Dan sta je tegen de muur. Haben Sie geschossen? Heb je geschoten? Nou, dan ben je bang. Op een gegeven moment zei hij, waarom arbeiten ze niet in die heimat? Waarom werk je niet? Nou, ik wou niet zeggen, dat is mijn heimat niet. Denk er niet aan. Nee, dat durf je niet zeggen. Dat zeg je niet, hè. Maar ik zei, ik studeer. Wat studeren ze? Ik zei, ja, weet jij het? Kweekschool in Duits, ken jij dat hoor? Oh, nee, dat zou ik niet weten. Ik wist ook, nou, je tegenwoordig heet Pedagogische Academie. Ik wist het niet. En toen zei ik maar Realschule. Dat hadden wij vroeger geleerd, middelbare school. Maar blijkbaar was dat een school voor rijke lui. En toen zei die vent, waar is deine papa? Waar is je vader? En toen dacht ik, oh, nou moet ik uitkijken. Anders gaan ze hem zoeken. Zei, in Maastricht. Ik wist, Maastricht was bevrijd, hè. En ik dacht, Maastricht kan die niet komen. En wat hij toen zei, Maastricht, daar ben ik geweest met de Panzerdivisie. Hij was daar geweest met de Panzerdivisie. En toen dacht ik, nou heeft hij goede zin. Zei, darf ik gehen? Mag ik gaan? Zie ik een keer. Want dat was ook een jonge vent natuurlijk. Hè? Ja, ik heb nooit geweten, nu 70 jaar later, want dat is 70 jaar geleden, weet ik nog niet of het een gestapelman was, of een SS'er, of een marineman. Maar ik weet wel, ik had krantjes bij me van de ondergrondse. En dat maakte me zo bang. Die had mijn zus gauw even meegegeven. Dat heeft u toch ook wel gevormd zo, hè? Denk ik, in een later leeftijd. Hè? Ja, toch zo. Want nou, als je erover praat, voel ik het nog zo, hè? Dat je er zo vol van zit. Hè? Ja, ja. Dat draag je heel je leven mee. Ja, dat vergeet je nooit. Ik zal een ander verhaal vertellen. Dat was voorbereiding op de landing in Normandië, 6 juni. Hebben de Engelsen heel veel gebombardeerd en de Amerikanen in Duitsland. En het gevolg was, wij zaten in Maastricht, bijna elke nacht luchtalarm. Ga je slapen als jongen, ik was toen 18, hoogste klas, 18 jaar, ga je slapen en dan gaat het luchtalarm, moet je weer naar beneden. Ja, maar moest je dan de kelder in? Moest je in de kelder gaan zitten. Okay. En dan zaten we allemaal in de kelder te niksen en dan ging je weer naar boven toe, moet je weer gaan slapen. Rond 10 mei kwamen er een keer weer Engelse vliegtuigen over. En mijn vriend uit Schiedam en ik, wij zeiden, we gaan vanavond stiekem naar buiten. Kijken of de vogels, we wisten alle nesten van vogels, of die allemaal met z'n tweeën op het nest zitten of alleen. En we gingen naar buiten, maar je zag niks. We gingen in de boventuin, de broeders hadden 2 tuinen, boventuin en ondertuin. En wij gingen stilletjes, want je mocht niet buiten komen, met z'n tweeën rondlopen. En toen stonden we daar bij de vijver, daar stonden we 's winters vaak met de sterren kijken, om sterren kijken. Als er ooit een tijd geweest is om mooie sterren te kijken, dan dat is wel toen. Ja. Door de verduistering en niemand, nergens brandde een lamp. Ja, je als je dat. Nu naar Liemde fietst, zie je overal licht branden. Ja, en zie je de bos en zie je eind op. Ja. Toen zag je alles perfect. Wij stonden daar en we liepen daar en toen zei mijn vriend, een vallende ster. En je weet, heb je wel eens een vallende ster gezien? Die flitst voorbij. Maar er was een langzaam vallende ster. Die ging langzaam. En wij kijken. En hij wiebelde. En die ster die wiebelde. En toen opeens een gekraak van heb ik jou daar. En nog geen 20 meter van ons af kwam er een piloot in de tuin. Die was boven België uitgesprongen.
en met de wind naar Maastricht gedreven. En er was een parachute natuurlijk, waar je zo zagen. En een lampje. Hij had een lampje. En dat was die vallende ster. Hij kwam in de grond terecht, had een open botbreuk, man had gruwelijke pijn. En het eerste wat hij zei, where I am, waar ben ik? En toen zei hij, take me to hospital, breng me naar het ziekenhuis. En toen zei hij, take my money from my pocket. Hij zei, neem mijn geld en haal het, verdeel het maar, want de moffen pakken het toch af. En vlak daarna kwamen de Duitsers. En die hadden geen seconde, geen brancard, die gooide hem zo in de auto. Ah. En die nam hem mee. En wij kijken en wij stiekem naar binnen met ons tweetjes. En de overste zat beneden nog zo. Zei, je gaat, nee, we gaan niet naar buiten, we waren weer binnen. Maar we zeiden, er zit een schot in de tuin gekomen. En de volgende dag hebben we geld opgehaald. Hebben we fruit gekocht om naar het ziekenhuis te brengen. En toen kwamen we in het ziekenhuis, daags daarna, mochten die verder. Waarom? Stond een Duitse soldaat voor zijn kamer. Wat doe je dan met fruit? Neem je mee, denk ik. Nee, en we aan de zuster gegeven in het ziekenhuis. En die zou hem wel aan die schot geven. Oké. Daarna hebben we niks gehoord, maar hij is dus, toen hij dus beter was, weer gips had, is hij naar het POW, dat is dus POW, dat is Prisoner of War Camp, gebracht in Duitsland. Kwamen de SS-soldaten, die kwamen hem halen. En die schreeuwde tegen die andere Duitsers en hij moest mee. En een kwartier daarna kwamen de echte SS'ers. Het heeft de ondergrondse heeft hem meegenomen. Echt waar? Dus ja, en die heeft hem verstopt. Dus eigenlijk een blij verhaal van de oorlog. Ja. Ik zal je een ander verhaal vertellen. Het was, denk ik, 1 of 2 september, nieuw schooljaar. Nieuwe leerlingen, ik was brugklasleider, dus al die leerlingen in de grote zaal, met een hoop ouders erbij, die mochten meekomen de eerste dag. Je praat ermee en ze luisteren en ze vertellen van alles. Er stak nog een jongetje zijn vinger op en ik zal hem Jantje noemen, hij heette geen Jantje, maar Jantje, wat is er met jou? En zei, ik heb leukemie. Zei, wat zei je? Leukemie? En wat betekent dat voor ons, Jantje? Ik wist, dat is erg. Hij zei, nou meneer, als ik val met de gymnastiekles dan, en het gaat bloeden, dan mag ik niet, de pleisters, moet ik meteen naar het ziekenhuis, want mijn bloed kunnen ze niet stoppen. Hoe zeg ik, dat is heel wat anders. Daar moet ik rekening mee houden, ik zal de gymleraar laten weten. Ja, zei hij, ik zat op voetballen, maar ik mag niet meer voetballen. Nee, nee, dat snap ik, joh. En terwijl we naar buiten gingen, die moeders met die kinderen allemaal naar buiten, komt er een moeder en die trekt me zo aan mijn mond en zegt, ik moet u spreken. Ik zei, ja, u moet mij spreken. Ja, ik ben de moeder van Jantje. Ik moet u zo gauw mogelijk spreken. Morgen het eerste uur, dan heb ik vrij. Ik kom het eerste uur bij u. En ze zei, bij ons thuis dan? Ja, ja, bij jou thuis. En ze woonde vlak bij ons in Boksel Oost. Ze kwam bij mij thuis. Mijn vrouw zat er ook bij. En toen zei ze, nou wat is er? En toen zei ze, ik vertel u iets in vertrouwen. Maar u, hij mag het niet weten. En de klas ook niet. Ze zei, ja wat is er dan? Hij heeft nog maar 2 maanden te leven. Ajakkes, goh. Daar schrik je. Die jongen was opgegeven in het Rabaut. Hij werd daar behandeld voor leukemie. Maar het ging niet meer. Dan schrik je. Oh. Dan ben je onderwijs, je bent van alles opgeleid. Maar dat moet je doen, hè. En ik dacht, en zij denkt aan de kinderen mogen het niet weten. Hij weet het zelf niet. Pff, mijn vrouw is daar regelmatig naartoe gegaan. Omdat ze het ook gehoord had. En ik in de klas, ik zie nog een keer gebeuren, stak hij zijn vinger op. Hij zei, meneer, ja, zeg, wat is er, joh? Ik hoef niet meer terug te komen in Radboud voor bloed. Ik hoef niet meer terug te komen. En hij dacht dat het goed was. Ze had hem opgegeven. Is je uiteindelijk na 2 maanden gestorven? Ja. Ach. 2 ja. november. 28 oktober was ik jarig. En toen mocht ik bij hem komen. Toen had hij een cadeautje voor me. Ach. Hij wist dat ik postzegels spaarde. Had hij een eerste dag envelop had zijn moeder gekocht. En ik kwam bij hem en ik zag hem liggen op bed. En dan zie je hoe ziek een kind kan zijn. 2 november, 's morgens belden ze. Wil je mij helpen? De Laufer, de dokter, is geweest. Hij kreeg een spuit met morfine. Ja. En wil jij dat voor mij gaan halen?
En toen is die gestorven. Mm. Goh. Dan zou je dan meemaken. Ja. Wat ik wel merk aan u is dat u veel... Ja, tegenwoordig staat een leraar heel anders sowieso naar zijn klas. Maar dat u wel heel erg betrokken bent altijd geweest bij de leerlingen. Hè? Verder kijken dan het kind, hoe ze thuis situatie. Ja, wat iemand wel eens een keer zei, je bent niet alleen lesboer. Ja. Je moet meer zijn. Ja, ja, heeft natuurlijk ook te maken met uw broederschap. Ja. Ja. Daar heeft u natuurlijk ook wel ontzettend veel... Van geleerd klaarstaan voor de anderen. Ja. Helpen bij de anderen en dan... Ja, en ja, wat bewuster nadenken van hoe is dat voor de ander, ja, hè? Als ik zo doe. Met school doen. Gewoon, dan zou er veel eens een keer het klooster in moeten. Toch? Nou ja, zo, je leert er veel van. Ja, je leert het is waardevol hoor. Heel waardevol wat je geweest hebt. Ja. Heeft u dat nou heel uw leven ook meegenomen dat... Dat broeders, dat denk stukje, het wel. Ja. Ja, je zou het aan mijn vrouw en kinderen moeten vragen. Ja, maar als ik heb twee dochters. Want u bent altijd wel heel actief met alles, hè? Hoe oud bent u nou precies? Ik ben ruim 88. Goh. Ja, en ik ben dus altijd, nog 30 jaar vrijwilliger op Lindelust. En dat vind ik fijn. Hmm. En nou hierop, we zitten hier op Molenhof. Ja. En dat leunt tegen Molenweide aan. Ja. En daar zit ook een groep. En ik had daar een blinde vrouw zitten. En zij ontdekte nog iemand die slecht zag. En die is er ook bij gekomen. En toen ging ik daar Brabants Centrum voorlezen. Och, wel leuk. Dat doe ik al jarenlang. Ja, ja. En, altijd een vaste dag of zo? Of een altijd op zaterdag. Oh, zo ja. Elke zaterdagmorgen dan lees ik Brabants Centrum voor. En daar zaten dus twee vrouwen in. Mevrouw Hendriksen en haar man. Die had veel voor carnaval gedaan. En mevrouw Van Breugel. Haar man was ook een carnavalsfan. Ja, dat klopt. En die zaten ze altijd samen over, als het over carnaval ging, of over winkels. Dat is heel typisch, maar die vroeg altijd bijvoorbeeld mevrouw Van Breugel of er nog winkels waren die open waren. En als ik dan bijvoorbeeld vertelde, er is weer een winkel gesloten, vond ze zo erg. Ja, maar die hebben vroeger ook een winkel gehad in het centrum, hè? In de Stationsstraat. Ja. Een winkel gehad, ja. Wat ik ook vaak doe, oude liedjes zingen. En als je dan begint op de grote stille heide, als er iets in Brabant Centrum staat over een schapen, dan zingen ze allemaal mee. Ja, leuk. Of als er iets over de verkennen staat, dan zingen we altijd van Jamboree, zo'n liedje van voor de oorlog, zingen ze allemaal mee. Ja, ja. Want u heeft tot uw 65ste hier op de haven? School. Ja, maar ik ben doorgegaan. Ja. Hoezo doorgegaan? Ja, nou... Toen ik er zat en 63 was, toen was meneer Verzijde begonnen met kinderen te helpen na school met huiswerk. En dat heb ik overgenomen. En ik ben tot mijn 79ste elke dag naar school gegaan. Jee. Eerst op de HAVO. En toen zijn we verhuisd naar het Jacob Roeland. Ja. En daar kreeg ik ook kinderen van het Jacob Roeland bij. Ja, goh. Huiswerk maken. En waarom was dat? Kon u dat niet loslaten? De school? Eigenlijk ja. Of... Ik merk dan als je bijvoorbeeld de Duitse naamvallen uit moest leggen. Ik heb dat als kind ook meegemaakt. Ik zag van de week een brief liggen van mijn vrouw. En daar stond op aan den heer. En dan heb je aan den, hè? Ja. Die derde naamval. Ja. En dat hebben die met Duits ook en daar snappen ze niks van. Nee. Je moet leren wat mannelijk, vrouw. Bijvoorbeeld, ik heb heel vaak aan kinderen gevraagd, wat is in het liefst dat woordje? Is dat een of unne? Dat heeft te maken met mannelijk en vrouwelijk. Ja. En dat moet je voor Duits weten. En als ik daar het woordenboek pak van mijn tafel en ik zag bijvoorbeeld riool, is dat mannelijk of vrouwelijk? Moet je zeggen, hij loopt niet meer of zij? Weet jij niet, Josephine? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik ook niet. Maar in Duits moet je het weten. Ja, ja, in Duits, ja. Dan moet je dat opzoeken. Ja. En zo met le en la, met Frans en dat soort dingen. Ik vond het leuk om dat te vertellen. Te doen, ja. En u blijft natuurlijk wel nog actief en bij op zijn school, hè? Terwijl het natuurlijk wel een hoop verandert. Want toen u eigenlijk niet meer echt werkte, viel u niet in een gat? Nee. Want heeft u ook hobby's? Ja. Ik kijk, daar liggen bij puzzelboek. Oké. Ik puzzelt heel graag doorlopers en Filipines. En, want u gaf Nederlands, hè? Zij, ja. U gaf Nederlands. Ja, en ik zal eventjes pakken. Ja? Ja. Nou, ik zag hier zo bijvoorbeeld bij deze puzzel.
Ik heb erbij geschreven vandaag een ander woord voor snuisterijen. Moet je als vrouw weten, hè? Ander woord voor snuisterijen? Ja. Schrik niet. Bric-à-brac. 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 En een dip. Is dat een Nederlands woord? Ga kijken. Ja, dus afkomst geen Nederlands woord. Maar het is in de Nederlandse taal ingebeurd. Staat in het woordenboek. Och, en zo'n hele woorden die je... Dan blijf je kopje een beetje... Helder. Hoop ik. Helder. Dat je taal, woordjes... En het is een goede ontspanning. Ja, want dat bent u wel. U bent wel nog goed bij de, pinken, zeggen ze wel eens. Hè? Ja, ik bof. Ik ga dus 2 keer per week op de dagbehandeling voorlezen. En dat vind ik zo leuk. Ja? Ja. Dan maak je waarom is dat leuk? Waarom vind je dat leuk? Is er dan ook wel weer een beetje dat leraargevoel? Bijvoorbeeld, ja. Van, ik zal jullie eens eventjes vertellen hoe het zit. Weet je, als ik daar wegga, elke dinsdag, elke donderdag ben ik daar. En als ik daar wegga, dan staan ze te bedanken. Omdat ze dan even iets gehoord hebben. En ik probeer dan telkens terug te grijpen op het verleden. Op dingen van vroeger. Ja? En als je dan zijn ze zo dankbaar. Maar dat is leuk. Ja, dat is zeker leuk. Als ja. mensen dankbaar zijn. Ja. En het geeft ook een bepaalde verbinding natuurlijk ook. Ja. Hè? Omdat het natuurlijk ook mensen zijn die de oorlog mee hebben gemaakt. Ook al. Maar ja, dus als u daar iets over vertelt, dan iets met, of over zingt, dan denkt iedereen... Ja. Ja, of gewone woordjes. Het woord selfie. Zo'n modern nieuw woordje, foto maken. En dan laat je een foto zien. Heel op uitdrukkingen die wij nog echt nu gebruiken. Het gaat, laat me zeggen, als je op z'n 11 en 30, dan heb je het over Friesland. Het komt uit Friesland met 11 steden en 30 dorpjes. Maar heb je het over, ik zit even nou te denken, een Bijbelse uitdrukking. Die gebruikt iedereen, hè. Maar ook een echte spreekwoord dat je zegt, als het kalf verdronken is, demp in de put. Komt uit de Bijbel. Oh ja? Ja. En zo zijn er een hele hoop uitdrukkingen die van vroeger zijn. En dat hoef je niet te weten per se, maar die bestaan wel in het Nederlands. Ja. Ik heb mensen erbij zitten die kunnen bijna geen woord meer zeggen. Maar dan vragen, wat was jouw hobby vroeger? Jij vroeg mijn hobby. Ja. Mijn hobby bijvoorbeeld was als kind vissen met mijn vader en later vogels. Ik heb altijd vogels gezocht en vogels gekeken. En er staat iets over vogels in de krant. Dan lees je dat en dan vertel je dat en dan kun je er iets meer van vertellen. Ja. Wat je meegemaakt hebt met een vogel. Of wat je meegemaakt hebt vroeger op school. Heel veel van die verhalen kun je verbinden aan een voorbeeld. Ja, en dat is zo mooi, hè? En dan maakt het ook duidelijk voor mensen. Juist. Natuurlijk. Ja. Ik merk dan heel duidelijk dat ze dankbaar zijn. Ja? Ja. En dat is leuk. Ja. En ik heb al 30 jaar op Lidwina mensen naar de kerk brengen. Zondags. Dat is begonnen op Lindelust. Op Lindelust, waar mijn vrouw werkte daar. En zij komt zondags eens helpen. Wij als zuster moeten mensen verzorgen. En moeten ze nog eens een keer naar de kapel brengen. En dan ben ik daar begonnen. En er waren nog 2 mensen, maar er 2. En hier zo op Lidwina zijn er geloof ik 120. Elke dag een stuk of 10. En dan weer 10 anderen. Of elke dag, elke week dan. Ja. Mensen die helpen. Mensen uit Liemde zie je komen. Die komen zondags hier naartoe om mensen naar van de kamer te halen, naar de kerk te brengen. En weer terug. Zijn het meestal wel mensen op leeftijd die dat doen of zijn er ook jonge lui? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Tegenwoordig op school, in 3e klas van de HAVO, hebben ze een soort uur van maatschappelijk werk. Ja. Dat ze ergens iets moeten presteren. En dat kan bij een sportvereniging zijn. Maar dan zie je ook al meisjes van 16, 17 jaar van de Baan de Heren College of van het Jacob Roeland, die mensen naar de kerk komen brengen. Oh. Ja, ik zei één op meisje. Zich wel zelfs, goed, hè? Dat ze daar een keer mee in aanraking komen. En ze leren ook iets voor later dat die mensen er ook zijn. Meestal worden die mensen weggestopt. Maar ze komen er steeds meer. Ja. We worden ouder. Je hebt het gelezen, hè? Kindjes die nu geboren worden, die worden geloof ik 90, hè? Oh, dat weet ik niet, ja. Stond in de krant, oké. Okay. Jee, 90, potverdikkie. Ja, die nu geboren worden. Ja. Ik geloof vrouwen 91 en mannen 88 of andersom. Ja, ja. Weet ik niet. Nee, dat
Ziet u nog wel eens oud-leerlingen? Ja, vaak. Ja? Ja, leuk. En meestal gok ik dan als ik ze niet herken van de HAVO. Oh ja? Maar het kan ook wel zijn van de beende, omdat ik 10 jaar voorzitter was van het oude comité. Ja, wat vond uw vrouw daarvan? Dat u zo altijd bezig was en toch weer... Had hij nooit zoiets van, kom eens even bij mij zitten? Ja, dat zou best kunnen. En dat heeft ze nooit gezegd? Ja, nee, maar misschien wel gedacht. Ik merkte hoe blij ze was dat ik zondags niet meer ging zingen. Ja, het is wel... het is eigenlijk misschien een heel rare vraag, maar eigenlijk weet ik het antwoord wel. Wat was nou de heftigste periode in uw leven? Nou, een heftige periode is dat ik bij de broeders weggegaan ben. Oh, ik had gedacht, nou die noemt de oorlog. Het in de oorlog en hulp meemaken, ja, dat is natuurlijk emotioneel het allerheftigste. Maar het in je persoonlijke leven een grote stap, een grote verandering is ook een hele stap. Ja, zeker weten. Ja. Want u bent bij de broeders weggegaan en dat noemt u nou als eerste, dus dat is toch wel heftig geweest dan. Ja. En de reden, mag ik dat weten? Ja, dat was als student ben je afgezonderd. Ja, want u zat echt in het klooster dan. Ja, en op het internaat al. Als jongen van 12 tot 18 jaar kwam er geen meisje binnen. Nee. Er werd nooit over gepraat. Je wist een hoop niks. U had ook helemaal nooit met mij in contact gekomen dan? Bijna nooit. Alleen in de vakantie zag je nichtjes en je zussen. Vroeger werd je anders opgevoed. Mijn vader en moeder hebben hartstikke de best gedaan. Ik ben trots op mijn ouders. Maar sommige dingen, en dat was voorlichting bijvoorbeeld, heb ik nooit gehad. En ik zal jou vertellen, ik was toen misschien 9 jaar. En we gingen vanuit Schiedam lopend naar Waalhaven. Het vliegveld van Rotterdam heette toen Waalhaven. Mm-hmm. Dat was een show, een luchtshow. Moeder mocht thuis blijven, je had dan een vrije dag. Wij liepen allemaal naar Rotterdam, 9 kilometer heen en 9 terug. En dan zat je de hele dag, we hadden geen kaartjes op het vliegveld, maar waren te arm voor. Hè? Maar je zat buiten te kijken naar de vliegtuigen. En dan kon je daar ook zien. En mijn zus had hoge nood. Dat kan gebeuren. Ja. Kan gebeuren, hè? Maken we allemaal mee, hè? Ja. Toen liepen we door Schiedam. We kwamen uit Schiedam, hè? En toen zag ik daar zo deftig, op zijn Frans heet het een pissoir, hè? Zo'n mannentoilet staan. En ik zei, Miep, kijk eens, daar kun je terecht. En hoe hadden jullie ook dan zo de... Ja, want als je dan zusjes hebt, dan moet je toch wel weten van dat vrouwen er anders uitzien? Nee, wist ik niet. En waar kwamen de kinderen dan vandaan? Wist ik ook niet. Mijn moeder was in verwachting van mijn jongste broer, 7 jaar later geboren. Dus toen was het dus 7 jaar. Ik ben van 1925, hij was van 1932. Mijn moeder was in verwachting, ik wist het niet. Ik wist er helemaal niks van. En toen hoorden we schreeuwen, huilen. En toen heeft mijn vader me uit bed gehaald, kom eens kijken. En toen zei ik, het is echt hoor. Ik weet het, zei, wat weet je dan? De kat heeft jongen gekregen. Ja, ik wist het niet. En vroeg je dan ook niet van, waar komt die baby vandaan? Nee, nooit meer stilgestaan. Nee, gek hè. Er werd niet over gepraat. Ik wist het niet hoor, echt. Heeft u zelf wel kinderen? Ik heb 2 kinderen, ja. Nou wel, later leer je het wel. Maar dat is heel veel later. Ja. Heel veel later. Heel veel later. Dan ging eigenlijk wel een wereld voor u open, hè? Ja. Dan. En op de kweekschool, ik heb nou een boek liggen daar, dat gaat over de kweekschool. Dan lees je van een hoop oud-leerlingen, allemaal oud-leerlingen, dan ligt dat boek daar. En die zeggen allemaal, wij wisten van niks eigenlijk. En bij de broers hebben we prima opvoeding, prima wat onderwijs gekregen. Maar dat stukje? Nee, totaal niet. Totaal niet. Want als u nou broeder was geweest, of was gebleven, Had u nou in de klooster gezeten? Nog steeds, ja, natuurlijk. Ik had naar Afrika gemoeten. Och, ja? Ze wilden me naar Afrika hebben, naar Malawi. Naar de dovenschool daar. Ach, had ze mensen nodig. Maar toen had ik al, dat ik moet dat meisje eigenlijk hebben. Ja, toen had u al... Vertel eens, dikke hoe... Mik. Ja? Ja, dikke Waar Mik. Bent u uw vrouw dan tegengekomen? Op het instituut voor doven.
Ik had ervoor gezorgd dat er 8 meisjes... Hier in Sint-Michielsgestel? Ja. Ik had ervoor gezorgd dat er 8 meisjes aangenomen werden om voor de kinderen in de groepen ook te helpen. Groepsleidsters. Ja. Die jongens hadden alleen maar mannen. Dat was ook een jongensschool, er waren geen meisjes. Nee, dat was geen. Het was ook een meisjesschool aan de andere kant. Oké. Okay. Altijd apart. Ze zagen elkaar nooit. Ja, en dat is dan dat vreemde eigenlijk. Hè? En dan kreeg je meisjes te maken. En dan kregen we alles. En dat één meisje was doorlopend ziek, en dat was mijn vrouw. Moest ik voor zorgen ook. Een groepsleidster, dochter laten komen. En toen lag ze op de ziekenkamer, kon ze niet naar huis toe. En toen ben ik daar gekomen en wij waren dikke vriendinnen. Vrienden? Ja, vriend en vriendin dan, ja. Ja. Het is heel anders gelopen als dat je denkt. En toen moest je een keuze maken. Ja. Dat is heftig dan, geweest dat dan. Dat is juist. En dan ga je naar de algemene overste. De overste van alle broeders. En dan ga je praten en dan leg je eerlijk uit. En toen heeft hij mij naar Egmond aan Zee gestuurd. Daar is een klooster van de Benedictijnen. Mm. En daar moest ik met een van die priesters, die psycholoog was, gaan praten. Oh, ja. En die zei toen, ze hadden jou nooit aan moeten nemen. Het was allemaal wel vreemd voor je. Je hebt je best gedaan. Maar hij heeft tegen de almoos, het is beter dat je hem loslaat. En toen ben ik weggegaan. En hoe was dat dan? Want dat is was zo dat schande? Binnen. Was dat schande? Ergens wel, maar mijn moeder was flink. Mijn moeder zei, haar bijt, dat is dat kleed, en kruin, de kruinschering van de priesters, ja. Baat weinig als je er niet naar leeft. Ja, is ook. Ja. En dan zei ze, er zit hem niet uiterlijk. Mijn neef, die was ook frater, of broeder dan, hè. En die ging ook in burger lopen. En toen zei mijn moeder, dat ook maakt toch niks uit, als je van binnen maar goed bent. Ja, dat is ook eigenlijk het allerbelangrijkste, ja, en hè? Dat heeft zij gezegd. Ja, heel wijs. Gelukkig maar. Ja. Ja, maar het had ook pijn kunnen doen. Ja, maar ook, ja. Ze had u ook pijn kunnen doen door het niet te accepteren. Ja, ja, absoluut. Ja. En hoe was dat nou? Bent u daar, toch moet daar ook wel ergens een knauw zijn geweest voor uzelf? Nou, ergens, heb je dan ergens afstand van gedaan, ja. Waar je heel je leven aan dacht. Dit is het, ja, hè? Van de week ben ik gebeld door een oud collega. Die ook uitgetreden is, zo heet dat deftig, hè? Ja. En die had nog een foto van mij dat ik les gaf in Ierland. Ik was dus specialist in het doofonderwijs. Mm-hmm. Aan de spreekmethode. Nu hebben ze vaak de gebarenmethode. Dat was toen nog niet. Nee, okay. De gebarenmethode was er wel, maar voor zwakbegaafden. Oh, ja. Die konden leren liplezen. En ik had dus de spreekmethode. En ik heb in België, in Ierland, in Amerika, in Suriname en Brazilië allemaal lessen gegeven. En hoe oud was u toen? Nou, toen je les gaf, denk ik 40. Want, ik ben 47, 48ste weggegaan. Oké, dus het was eigenlijk al best wel laat dat u een vrouw leerde kennen. Ja, je hebt late roepingen, maar dit was ook dan... Ja, late ontdekking. Ja. Mijn vrouw is een stuk jonger, ja. 67. Meer is 20 jaar jonger. Maar dat had ik niet in de gaten dat dat zo'n verschil was. Zo verliefd. Nee, ja. Heb ik nou een andere vraag eigenlijk, hè? Wat is nou het verschil tussen het onderwijs van vroeger en nou wat betreft vakken? Want vroeger hadden je toch andere vakken als tegenwoordig nou? Nou, op de kweekschool, de middelbare school, had je veel meer vakken. Ja. Moest je alles. Nu op de HAVO en VWO heb je 6 of 7 vakken. En dan ga je A-richting of een B-richting, of hoe ze dat tegenwoordig noemen. Mm. Maar ik heb een boekje nog van de lagere school in Amsterdam. Dat is van 1947. En het eerste wat jou dan op zal vallen is, hoeveel leerlingen denk je dat ik daar in de eerste klas had van Amsterdammetjes? Ja, misschien ook 30 of misschien 40, omdat u zo kijkt. 54. In één klas? Eerste klas. Oh. En toen kwam het hoofd binnen en toen zei hij, daar tussen de lavabo kun je nog 2 jongetjes. Er was een tweeling gekomen, die moest er ook bij, had ik 56 in de eerste klas. En als je dan het boek ziet van de school, daar had je dus op de school, had je, hoe noem je dat, godsdienstles natuurlijk, en je had rekenles en taalles, maar je moest bijvoorbeeld ook opschrijven hoeveel kinderen naar de kerk gegaan waren. Oh ja? En je moest ook gedrag en vlijt.
Als ja, dat heb ik ook nog gehad, gedrag en vlijt. Ja, punten. Nu krijgen ze wel hoe ze in de klas zijn. Als je nu die rapporten ziet van mijn kleinkinderen op de oversteek in Nieuwe, heel anders. Ja. Zo'n enorm verschil. En schrijfles hadden ze vroeger schrijfles. Ook, hè? Met die halen en die krullen. Ja, en van alles tellen. En dan mooi zich in de eerste klas op en af sommen. Ja. En de tweede klas nog. En dan kwam later heette het ook weer, de tafeltjes. Ja. In de derde klas, geloof ik. En de vierde klas of vijfde klas, de breuken. En zo ging dat steeds verder, ja. Hadden die kinderen ook allemaal een eigen lessenaartje bij jullie? Nou, ze hadden wel een bank. En daar zaten ze met z'n tweeën in. En allemaal een inkpotje. Ja. Was een verschrikking. Al die over de grond was een verschrikking. Als een inkpotje. Ja. En weet je wat ook erg was? Eerste klas. Amsterdammetjes zijn meestal heel lieve kinderen, maar druk. Schoffies. Ja, maar de letterdozen. Och ja, dat had je als zo'n ook, letterdoos over de grond viel. Oh, jongen. Gelukkig had jij goede leerlingen die zeiden, mag jij eventjes dat opruimen? Dat deden ze dan graag. Die wisten precies van buiten waar alles lag. Oh. En overal, letter A, letter R, letterdozen, ja. Oh. Want als ze dan zo 56 kinderen in de klas hebben, dan kun je toch eigenlijk geen les aan geven. Dat moest echt klassikaal alles, hè? Klassikaal rekenen, klassikaal taal. Ook beurten, maar toch wel individuele beurten. Wat is nou het verschil toen u in Amsterdam zat en later in Brabant? Ja, ergens is het natuurlijk een moeilijkheid van mij. In Amsterdam had ik lagere school. Ja. En in Brabant, ik kwam in 1949 in Sint-Michielsgestel, had je een BLO-school, heet dat, hè? Dus een school met speciaal onderwijs. Ja. En daar had je al, was je al blij als de kinderen konden tellen hardop. Ja. Om te leren. Daar had je, dat kun je niet voorstellen, maar als je s'avonds bij elkaar zat, zei je, ik heb vandaag de toonpunt R geleerd. Rrr. Och. Dan zeg je, mijn klank, was je al blij als een klank leerde. Ja. En liplezen. Ik zal jou een voorbeeld geven. De manen van het paard, hè? Dat zinnetje. Dan denk je, ja, de manen van. Maar als je dat moet liplezen, dan kun je ook zeggen, zie zijn het. En nou zeg ik de palen van de baard en de maan en precies hetzelfde. Ja. Liplezen is zo moeilijk voor een kind. Maart en paard en baard. En zo had je enorm veel variëteiten. Dan was je blij. En toen ik dus op de middelbare school kwam, dan kregen kinderen die alles taal hebben. Maar dan moet je dus jouw taal gaan vergelijken met Frans en met Duits en met Engels en zo. Hè. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Maar ook de methodes zijn nu anders. Ja, als je nu ziet wat er aan computers zijn, wat de kinderen meekrijgen naar huis en zo'n, hoe heet zo'n ding? Laptop. Laptop en dat soort dingen meer allemaal. Ja. Hadden wij niet. Nee. Hadden niks. We hadden wel een lokaal voor aardeskunde waar alle landkaarten hingen en een lokaal voor alles. Maar nu zijn de computerlokalen. Ja. En dan kunnen ze even naartoe gaan, even iets opzoeken. Ja. Als wij vroeg iets op moesten zoeken, nou, dan moest je een boek hebben. En een boftje als het erin zat. Wat vond u nou het leukst om les te geven? Lagere school of doofinstituut of de middelbare school? Ja. Lagere school vond ik dus ook leuk omdat je dus zangles mocht geven. Ja. En omdat je... Dat deed je alles, hè? Tekenen, gym, dat was je alles in één. Was ook leuk. Dan zag je de vreugde van de kinderen met gymles. Als je een leuke les gaf. Zo'n groep, de eerste klas, dat is dan groep 3, hè? Maar die waren dan wel ook allemaal zo 6 jaar? 6, 7 jaar, dat wel. Daar is nooit niks aan veranderd aan de leeftijden. En ook niks aan veranderd is, je kinderen hebben een vader en moeder. Maar nu zul je kinderen hebben van de ouders gescheiden zijn. Ja. Kreeg dat, als ik nu hoor van een docent van het Baan de Heren College, hoeveel ze met instanties ze moeten vergaderen over een kind. Ja. Hadden wij vroeger niet. Nee. Wat ik wel in de gaten had, dat was na de oorlog, zal je één voorbeeld nog geven. Ik zit in de klas achterin twee jongens. En die ene, zijn vader, is gesneuveld op de Grebbeberg. Moeder was in verwachting in 1940. Een jongetje 7 jaar en 47 zit achter in de klas, heeft geen vader. En dat weet je niet altijd, maar dat hoor je dan een keertje. Ja. En daarnaast zat ook een jongetje en die had ook geen vader. En die had ik bij elkaar gezet. Eigenlijk misschien niet goed, want die ene was een Nederlandse soldaat en die andere was een Duitse soldaat. God, ja. Maar goed, die zaten bij elkaar, allebei zonder vader, heel toevallig. Ik sta les te geven,
komt er een vrouw de gang in rennen en die klopt op de deur. Die vliegt de klas in. En het is, ja, even zegt ze. Ze loopt naar die jongen toe, zijn papa is gevonden. Dat was van die Duitse jongen. Och. Die zijn vader, zij dacht dat hij dood was, die leefde nog. Och. 1947 hadden de Russen vrijgelaten. Och. Dan weet je ook niet wat je ermee maakt. Ja. Maar dat is natuurlijk zielig voor die, tijd, die Nederlandse jongen. Ja, die heeft ze nooit meer gezien. Die ziet zijn vader niet terug. Nee. Dat is dan triest, maar je maakt dan weer andere dingen mee. Ja. Maar met het onderwijs, als je de, ja, je zou dus, het is een enorm verschil. Maar de kinderen blijven kinderen. Ja, toen de waren kern sommigen is hetzelfde, lastig, hè, natuurlijk. En toen waren het hele brave kindertjes en moeilijke kinderen. En dat is nou nog. Precies één, hè. En nou is er, zijn er ook heel veel kinderen die verdriet hebben om de vaders of moeders. Nou woont u op Molenhof. Ja. Eerst altijd in Planoos gewoond. En ja, het is eigenlijk een appartement, geen tuin meer. Hoe is het leven nou om hier op Molenhof te wonen? Ja, mooie vraag. Voor mij geweldig. Ja? Ja, ik vind het hartstikke fijn dat je, ik heb dus als op mijn oude dag, die tuin bijhouden was verschrikkelijk. En een heleboel andere dingen, maar je had kamers boven. Je moest, voor mijn vrouw was het veel meer bijhouden, veel meer doen. Ja. En die kamers staan leeg op de Robert Schumanlaan. En hier heb je één kamer met keuken en één slaapkamer en één badkamertje. En een klein rommelhokje. Ja. En beneden ook nog. Het is voor mij geweldig. Ja. Geweldig. En ik heb ervaring, omdat Sint-Jozef, dat zijn huurhuizen. Oh, dit, zijn het huurhuizen? Okay. Zijn geen koop. Sint-Jozef neemt alleen oudere mensen aan. Misschien omdat nu de wet gaat veranderen, de wet maatschappelijke ondersteuning, hè? Mm-hmm. WMO, ze gaan steeds meer naar de gemeente. Misschien heb ik kans dat dit gaat veranderen. Oh ja? Wij hadden hier een medische indicatie nodig. Want er zit hier ook een alarm bij of zo, ja, bij dit appartement. Alarm, dus als er iets is, dan kunt je op het alarm. Mijn vrouw, jij heeft alarm. Oké. Okay. En dat zijn meer van die dingen die zijn hier allemaal, bij alle woningen. Ja. En ik heb het idee dat dat in de toekomst weggaat. Ja. Want Molenweide, wij zijn aanleunwoning van Molenweide. Oh ja, dus jullie kunnen ook daar gaan eten? Ja. En dat zal nog wel blijven ook. Maar Molenweide wordt een heel andere soort zorginstelling. Oude zusters die nog vitaal zijn, die mogen we nog wel blijven. Maar daarna komen er alleen nog maar mensen die in die zorg nodig hebben. Oh? Veel zwaardere zorg. De indicatie wordt veel zwaarder. En hier zullen misschien ook nog wel mensen boven de 65 alleen erin mogen komen. Maar ik denk dat Sint-Jozef blij is dat ze die andere mensen ook kunnen krijgen. Dat denk ik, hoor. Ja, ja. Of niet, we kunnen het niet weten. Laat me zeggen, Rode Kruis komt hier 1 of 2 keer per week helpen mensen die iets willen prutsen, meedoen, borduren, haken, breien of spelletjes doen. Of dat ook zal blijven, weet ik ook niet. Ik hoop van wel, maar voor ons is het geweldig. Voor u heeft hier goed naar uw zin. Ja, en je hebt hier een tuin die anderen bijhouden. Ik kan me voorstellen dat echte tuinlieden, heb ik wel eens een keer van iemand gehoord, die zei, ja, nu doet de WSD het, maar wij waren de echte tuinmannen. Oh ja. Dat verschil krijg je misschien wel, hè. Ik mis af en toe de buren, hè, die dan, waar je 20, 30 jaar naast gewoond hebt, wij komen nog bij elkaar als het voetbal is. Dat is leuk, ja. Als Nederland zelf dat voetbalt, gaan we samen kijken. Och, dat is leuk, ja. Dat is een traditie van vroeger. Ja, ja. En zo met verjaardagen zien we elkaar ook. Ja, ja, dat maar zijn dingen wat je los moet gaan laten, ja, dan, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar we doen hier graag, hoor. Ja, leuk. Hartstikke graag. Ja. Ik vond het een heel interessant verhaal wat u had. Dank je, Josephine. Ik was ook wel even geraakt zo door het boeiend vertellen wat u mee hebt gemaakt. Mm. En ook dat ik zag dat u zelf ook nog geëmotioneerd bent. Als u dingen vertelt. En van de kinderen wat je meemaakt, ja, op school. Ja, ook, maar ook zo dat ik zag. En zo van de oorlog. De oorlog, de angst die u mee hebt gemaakt. Ik kreeg er even kippenvel van. Ik wil u bedanken en ik vond het ook heel fijn dat u dat met willen delen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel.